Iedereen voelt dan zijn water dat het naar 2032 is of 2035 of 2029. Dat doet er allemaal niet veel toe. Het is een probleem wat opgelost moet worden. Waarvoor? Over? We weten trouwens vrij redelijk hoe we het moeten oplossen. Hmm. De NAC had een heel, een heel onderzoek van, van uh, uh, supervervuilers in, in, uh, aan, de, aan de randen van Natura 2000 gebieden. Nou, daar word je niet vrolijk van. De meeste van die waren helemaal niet van plan om zich uit te laten kopen. Uh, Rijst aan de horizon, nu toch weer het, het, de euveldaad van de gedwongen uitkoop. Maar je haalt de angel er eigenlijk dus een beetje uit door te zeggen. Nou, D66 ziet zo meteen ook wel in dat of het nou 2030 of 31 is, als het er maar komt. Kijk, waar we nu aan bezig zijn, is de fase van het. Uh, hè, de, de verkenners zijn bezig in het land. We zijn nu bezig aan, aan het formuleren van waar, onze, waar het, het compromis ligt. Dus dan ga je niet meteen. Als D6 zeggen, ja, kan ons eigenlijk ook een bal schelen wanneer het is. Nee, die willen natuurlijk de huid van de beer duur verkopen. Dat begrijp je wel. Maar ik neem aan dat het al een is moeten worden gevonden. Je hebt ook die fantastisch zeggen: ja, waarom hebben we het eigenlijk in Nederland altijd over stikstoffen? We hebben de rest van Europa hebben ze helemaal niet over stikstof. Nee, dat klopt. Wij zijn namelijk een piepklein land wat de tweede voedselexporteur ter wereld is. Misschien is daar, bestaat daar een relatie. Nou, en iedereen weet, ja dat is ook waar, dat het beleid van de overheid ter zaken natuurlijk eh, een rommeltje is. Onzeker, vaag. Ja, dat is heel ongelukkig. En er is een link maar met dat de... sluit aan bij een ander probleem, namelijk het ontzettend slordige beheer. Van Nederland door onze eigen overheid in de afgelopen twee decennia. En er is een link met het bouwen, hè? want uh, er kan nu niet gebouwd worden. Nee, door... ja, dan moeten we wat is een miljoen huizen gaan bouwen. Dus het hangt eigenlijk wel met veel facetten hangt het samen? Ja, het, laten we zeggen, het hangt met één zeer dominant facet samen. Namelijk dat Nederland een piepklein land is, waar als alles gaat zoals het voorspeld is, ik meen dit jaar of volgend jaar 18 miljoen mensen wonen. Je kunt ook zeggen: God, in België hebben ze allerlei problemen niet. Nee, dat klopt. België heeft zijn bevolking niet verdubbeld in de afgelopen 70 jaar. Dat hebben wij wel gedaan. Je hoort al op Twitter. Weet u hoe dat komt, meneer Van Rossum? Eh, ze staan aan de grenzen te trappelen. Dat zijn allemaal broodrovers. Dat zijn, nou, eh, dit werkt. Nee, dat hebben we vooral te danken aan een uniek hoog geboortecijfer tussen 1946 en 1966. Is dat zo? Jazeker, wij waren volstrekt unieke demografische uitzondering. Ja, dat heb je al eerder verteld. Maar er komen natuurlijk ook best wel veel mensen hierheen. Tuurlijk, mee. er zijn ook immigranten, zonder meer. Nou ja, kijk, als Europa het zou moeten hebben in de komende halve eeuw van zijn, van zijn eigen bevolking. die krimpt in een vrij hoog tempo. Ja, maar dan geldt het dus ook voor Nederland. Dus dan komt het If, toch ook... In Oost-Europa is het nog helemaal beangstigend hoe snel het daar. Waar ze altijd net doen alsof ze niks voor. Eh, daar werken dan die Oekraïners, die gaan allemaal in Oost-Europa werken. En het schuift steeds een land op, de, de, hè? Precies, resten. het is een soort schuifsysteem. Ja, hè? Ja. De Polen komen hier naartoe, ja. In Polen, een land, niet waar, waar de voortplanting miserabel klein is, komen dan dus mensen uit, eh, vanuit het oosten om daar die, die werkplaatsen over te nemen. Dus er moet uiteindelijk een land zijn, of landen, waar, waar mensen massaal wegtrekken, wat leeg achterblijft. Ja, dat klopt. Oekraïne is zo'n land. Rusland is zo'n land. Ja, goed, er spelen andere omstandigheden natuurlijk nu. Die spelen mee, maar de, de Oekraïne was al voor dit drama. was uh, Oekraïne een land wat, waar het demografisch echt vrij dramatisch slecht ging. Ja. Er is dus niks nieuws onder de zon op dat punt. Ja, maar dan... Vrijwel alle Oost-Europese landen hebben te maken met negatieve bevolkingsgroei. Ja, maar dan klopt jouw stelling toch niet hier in Nederland dat het komt door de eigen bevolking. De immigranten uh, spelen toch een grote rol? De eerste dat. versnelling van dit proces, nogmaals, we hadden in 1945 9 miljoen inwoners. We gaan nu naar de 18 miljoen. We hebben tussen 1946 en de late jaren 60, daarna houdt het toch grotendeels op, hebben wij ons voortgeplant. Nou, ja, laat ik het voor de aardigheid maar zeggen als de konijnen. Tot verbazing van velen. Mensen begrepen het, Ierland en de Verenigde Staten hebben ook een babyboom gehad. Maar bij ons was het wel vrij indrukwekkend, ja. Maar wat zou dan jouw oproep zijn? Grenzen dicht dus niet. Maar wil je dan net als in China een één kind politiek? Grenzen dicht en muren bouwen. Dat is nu ook weer veel kwestie van muren bouwen. Dat werkt dus niet. Vooral omdat ja, je, je kunt altijd naar een land toe, als je dat per se wil, dan kun je er altijd naartoe. Ja, zijn er zijn natuurlijk in de loop der jaren. En ze is overal geprobeerd om, om onwenselijke immigratie te stoppen. En altijd blijkt dat dat eigenlijk een vrij ondoenlijke zaak is. En dat immigratie vooral gerelateerd is aan. natuurlijk om, uh, ellendige situaties in het omringende gebied. A. en B. aan de economische conjunctuur. Als je kijkt naar immigratie in Nederland. Laten we zeggen, nou, in, de, in de, de, de ruim twee decennia van de nieuwe eeuw, dan zie je ook dat het een beetje een golfbeweging is. Gaat het heel slecht? In West-Europa dan houdt ook die, die immigratie houdt op, soms wordt die zelfs negatief. En zodra natuurlijk de conjunctuur aantrekt, aantrekt, eh, weer omgekeerd. Het hmm. je... eh, dicht, dichte grenzen of zo, dat, dat is een illusie waar je vanaf moet stappen. Maar wat werkt dan wel? Nou, wat werkt is dat je georganiseerd de immigratiebeleid hebt. Dat je criteria hebt. Dat je, dat, je, dat je weet wat er aan de gang is. In plaats dat je dus een soort van totale chaos met, met alle eh, onaangename geweldsaspecten daarvan laat ontstaan. Maar dat langs de grenzen. die regels zijn er toch? Nee, maar die werken dus helemaal niet. Dat we zeggen, ja, wij denken aan Fijn. Ze komen allemaal in Italië aan. Laten die stomme kloot-Italianen het mooi oplossen. Dan hebben wij er geen last van. Nee. Waarom is, is Rutte natuurlijk naar Italië afgereisd om met mevrouw Meloni te spreken? Om dit soort van redenen. En die Grieken die hebben ook alle reden om te klagen, dat is toch zo? Het is een beetje, hè, als je maar niet kijkt, als je maar naar de andere kant op kijkt, dan is het er niet. Het idee dat je West-Europa op een of andere manier zou kunnen afsluiten met muren of zo, nee, dat, dat, dat zit er niet in. Nee. Of je moet bereid zijn tot moord op grote schaal. Dat zou misschien iets anders zijn. Nogmaals, ik keer terug naar het kernprobleem van Nederland. Dat er namelijk dat we ontzettend veel mensen hebben op een relatief kleine oppervlakte. Mm -hmm. Het kan overigens nog veel erger. En dat, dat heeft ook. De, waarom is ook de Nederlandse economie succesvol? Omdat er, omdat er, zeker in de randstand, ontzettend veel mensen op een relatief kleine oppervlakte. Een, een, een dynamisch leven leiden, laten we het zo maar economisch gesproken dan. Ik heb je toch dat, dat voorbeeld gegeven aan het gebied boven Hongkong. Dat is ongeveer de helft van de omvang van Nederland. Daar wonen 62 miljoen mensen. En dat is het meest productieve gebied ter wereld. Mm. Nederland is economisch gezien een enorm succes. Mm. Ja, maar economisch, qua economie doen wij het prima. Ja. Sterker nog, we hebben de laagste jeugdwerkloosheid van Europa. We hebben een hele lage werkloosheid toekoe. Dat is allemaal geweldig dat betreft, eh, alleen laten we zeggen, het verzorgend apparaat, de, de sociale schil, of hoe je het precies beschrijven wil, eh, daar, daar is veel mee mis. En dat is nogmaals onze, onze, eh, de eigen schuld van de regeringen die wij gehad hebben in de afgelopen kleine vier decennia. En dat kan anders en beter. We hebben het geld ervoor. Om dan te gaan roepen: alle belastingen moeten omlaag. Allemaal kan niet schelen wat. Allemaal omlaag. Dat is het VVD-gevoel. Schippers in de bocht. Wat zou je advies zijn voor die partijen die nu met elkaar gaan praten? Om te kijken hoe, uh, wat is ons standpunt? Hoe gaan we door? Nou, dat je niet fanatiek moet zijn op die punten die, die er niet zo verschrikkelijk veel te doen Dat je dat, hè, bijvoorbeeld de deadline. Ja, die deadline nou. Uh, Twee of drie jaar verder valt, hoe care zou ik. Daar is het ruimte zien. dus. Daar is ruimte voor. En ik denk dat je, dat je een goed beleid moet ontwikkelen ten aanzien van eh, met name dus de, de, de aanpak van, van die eh, grote stikstofproducenten, eh, daar waar het ook daadwerkelijk hele negatieve gevolgen heeft. Dat is niet overal zo. Eh? En je kunt misschien technologisch nog wat aan de knoppen draaien, dat weet ik niet precies. Maar ja, ik, ik ben, ik, er zullen, naar mijn gevoel, op sommige plekken er zal wel degelijk sprake zijn van gedwongen uitkoop. Hmm. Bied die mensen dan een perspectief, want dat is natuurlijk het probleem dat de overheid zelf, zoals gewoonlijk weer allerlei vaagheid en uitstel en jarenlang gedacht, is, je nou maar een boompje plant en dan kwam het allemaal in orde. En nou, ook aan die boeren is veel te weinig perspectief geboden en te weinig zekerheid. Weet je, als boer denk je, ja, hoe gaat dat dan? Eh, met dat gekke kaartje, en wat ineens uit de blauwe hemel kwam vallen. Nee, het is, het is beleidstechnisch. Eh. Je moet weer denken. Je rijdt altijd op de grens van de mogelijkheden. Nee, dat is, dit is de, de uh, CNG die op is. Oh, okay. Die geeft hij aan. Dat is het gas. En daar zit ook benzine in. Dat heb ik al eens verteld. Hè, ja, dat, dat, is waar, dat is waar ook. Ja. Maar, dit, maar de on, dit is dus het goede van de democratie. Dat dus de onvrede die er dus geuit is. Dat dat nu dus in beleid. Ja, Want heeft... het, 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 hoe zou het anders moeten? Voordat je het weet, krijg je opstand. Hè? Eh, kijk naar Frankrijk. Waar Maar natuurlijk nou in Frankrijk een lange, lange traditie op het punt van aanbok maken natuurlijk. Want ik zou zeggen. Je weet dat, dat dat hele drama is daar gekoppeld aan de verhoging van de pensioenleeftijd van 62 naar 64, onze leeftijdsgrenzen 67 en drie maanden. Hè? En dan komen die Fransen, ja, die komen in opstand. Die, het, het lijkt mij dat technisch, financieel, technisch en economisch gezien, Macron natuurlijk het grootste gelijk van de wereld heeft. Mm. Maar kennelijk wordt dat gebruikt voor, door de bonden, neem ik aan, en maar alle anderen. Niet waar om, om, eh, om ook te maken. Het lijkt me eerlijk gezegd enorm kortzichtig. Nou moet ik zeggen dat demonstreren in Frankrijk eh, heel wat anders is dan in Nederland. Wat is het verschil? Er kwamen ook best veel vragen over binnen van mensen die zeggen: hoe kijk je daar nou naar, Maarten? Eh, nou, ik moet zeggen, in dit geval kijk ik er vrij eenzijdig naar, de, in, omdat ik van mening ben dat Macron het grootste gelijk van de wereld heeft. Trouwens, ook zijn minister, die op zichzelf een betrekkelijke door een, en brave figuur lijkt, hij was ook bereid om dat uit te voeren. Maar er is natuurlijk ook veel ongenoegen. Maar je ziet ook A. het probleem, natuurlijk, dat je met een gekozen president zit, die, die losgekozen is van je volksvertegenwoordiging. Hoogst ongelukkige constructie in alle opzichten. Je zit in Frankrijk met een lange, lange, lange traditie van amok maken. En je zit in Frankrijk met het ook waarschijnlijk daaraan gerelateerd aan keihard ingrijpen door de politie waar massaal tegen, en wat ik er zo van gezien heb... wel terecht tegen geprotesteerd wordt. Dus het is ook in die zin wel afhankelijk van beide partijen. Maar, laten we zeggen... Uh, gerekend tegen een wat langere toekomst... Hè? en, en uh, het grotere kader van het financieel beleid... lijkt me dat Macron de grootste gelijk van de wereld heeft. En dat is gerelateerd aan het feit dat net als elders in West-Europa... natuurlijk de bevolking in een hoog tempo veroudert... Dat is dus wat je zegt. Dus wat je ziet in 10, 15 jaar. is dat je veel meer ouderen hebt. en veel minder werkenden. die dan de pensioenen van je ouderen moeten opbrengen. Bovendien, net als in Nederland, denk ik eerlijk gezegd. zullen de meeste mensen, niet waar, die. die uh, ja, dat die, die, zijn geen tegelzetters en stratenmakers. Ik heb trouwens gezien. dat je apparatuur hebt, daar komt geen stratenmakers bij aan te pas. Dan worden al die stenen in het reeds bestaande patroon opgetild en gewoon neergelegd. Maar als ja, de grond een beetje voorbereid is. Maar goed, even afgezien daarvan. Er zijn ook vaak technologische oplossingen voor dit soort van problemen. Ja, er zitten ook natuurlijk de meeste Fransen gewoon achter een bureau en een computerscherm. En dan nou, lijkt het mij geen niet dramatisch om een paar jaar door te werken. Integendeel, ik heb altijd bepleit, laat mensen toch in godsnaam doorwerken. Ja. Dat was toch nu ook hier in Nederland Ze waren helemaal niet geïnteresseerd bij de universiteit of de overheid, die natuurlijk de bovenste baas daarvan is, dat ik zou doorwerken, 0,0, om een heel eenvoudige reden, dat ik uit een oud tijdperk stam en relatief hoog betaald werd. Dus er zijn toch veel mensen die men nu met pensioen zijn, die dan uh, eigen ondernemertje worden, hè, omdat ze door willen werken. Ja, precies, omdat ze door willen werken. Dus maak daar gebruik van. Hmm. Hou op met die regelzucht. Maar dat, dat is hier dat in mensen, Nederland, hè? In, in Frankrijk is dat natuurlijk. Dat is in Frankrijk dat... niet fundamenteel. Dat dacht je dat ze daar allemaal heel ander werk deden? Nee, maar Alleen dat... maar druiven, druiven <laughs> kweken, nee. <laughs> Bij de croissants bakken. Maar, ja. maar de, de mentaliteit is natuurlijk misschien wel anders daar. Nou, punt van naam ook maken is de mentaliteit een stuk anders in Frankrijk. Ja, Frankrijk is natuurlijk een land van stakingen en betogingen. Maar wij zullen denken we maken we een lange zich lange druk traditie. om. Wat wat? Wat, is, wat wordt het nu de pensioenleeftijd na de plannen van Macron? Waar gaat het naartoe? 64. En het was 63. 63. 62. Ja, zou je zeggen we maken zich druk om. Ja, ja. dat zou je inderdaad zeggen. Vanuit we ons maken perspectief natuurlijk. En en dat stond. Ik ben nou vergeten waar dat eigenlijk de meeste van die lijnen ook wel weten. Dat, dat, het, dat het volstrekt onredelijk is om op voor dit soort van zaken. Maar dat, dat nou, ook vaag ongenoegen, Macron, arrogante flikkeren. Nou, hij had het erdoor eh. gedrukt, dat was natuurlijk de grote kritiek. Ja, want anders, anders had hij het er niet doorgekregen, omdat hij de stemmen niet had, ondanks het, terwijl tal van mensen die er eigenlijk voor zijn, ook tegen zouden willen gaan stemmen, begreep ik, ik volg Frankrijk niet op de voet, nee. ik kan het aan Filip vragen als je wil. Nou, dat is wel interessant, maar het kwam er dus eigenlijk op neer van: hij vond dat dit nodig was, belangrijk was, dus hij heeft het erdoor gedrukt. Ik denk dat hij het grootste gelijk van de wereld heeft. Als ja, zijn... hij het juist heeft aangepakt, god mag het weten. Maar het idee natuurlijk dat je een pensioenregeling hebt waar mensen op een 62 e met pensioen gaan, sorry hoor. Dat is natuurlijk in de, in de demografische en economische omstandigheden werk. En niet meer vol te houden op termijn, wat je al terecht zegt. Precies. Ja. Maar dan zijn er tegenstanders die zeggen: ja, dit is geen democratie. Hier hebben we ons niet over kunnen uitspreken. Het is wel democratie. Als hij door kan drukken. Ik begreep dat dat nu wordt gesuggereerd. Dat is voor het eerst sinds Karel de Grote dat dit gebeurt. Nee. Ik begreep dat het heel normaal was dat president op die manier bepaalde maatregelen door te zetten. Als de, als de, als de, nogmaals, leer daarvan. Kies je president niet onafhankelijk van je volksvertegenwoordiging. Amerika, kijk ernaar. Een president is, is, is haast per definitie polariserend. Hè? Omdat de ene helft heeft dan op de president gestemd... en de andere helft zegt van Stormberg, noodzaak, ja. arrogant en vlerk. Eh, hij luistert niet naar ons. Dat niet luisteren is in Frankrijk nog een veel groter ding dan bij ons. Omdat natuurlijk in Frankrijk een, een niet onaanzienlijk deel van het platteland of bijna platteland en dat hele Frankrijk van die kleine steden natuurlijk door de eh, macro-economische ontwikkelingen inderdaad natuurlijk wel een beetje in de hoek staat waar de klappen vallen. Maar we kwamen er dus op dat jij zegt je moet de signalen vanuit de bevolking die moet je serieus nemen en ook omzetten in beleid. Zolang je, zolang je met een democratie zit, ja. eh, doet die democratie, laten we zeggen, doet, doen de kiezers altijd wat Maarten van de, de, beste, de beste oplossing vindt? Nee. Maar we zitten ook met het probleem dat uh, doet onze overheid, de, de Nederlands zitten, de Nederlandse regering, in de afgelopen decennia altijd wat Maarten Verlossen vindt. Nee, jammer genoeg niet, zou ik zeggen. Dus ja, ik begrijp wel iets van de kiezers, maar ik vind de kiezers ook, ik, ik vind die hele boosheid en zo, daar, daar zie ik niet zo verschrikkelijk veel in. Maar hoe kan het zijn CDA... dat je verontwaardigd bent? Oké. Okay. Maar je zult uiteindelijk in een democratisch systeem met elkaar af moeten. Of je moet gewoon afschaffen. Ja. Je moet gewoon zeggen: ja, we wel wezen. Die laag opgeleide hoeven helemaal niet te stemmen. Nee, dat is natuurlijk. Dat is steeds het probleem van de democratie. Dat je, dat, er is een omvangrijk onderzoek gedaan naar de vraag: wat mee te wensen eigenlijk van datgene waar ze over stemmen. Dat blijkt schokkend weinig te zijn. Overigens, niet, helemaal niet alleen bij laag opgeleide, maar bij hoogopgeleide opgeleide in dito Ik ken massas mensen waar die ik niet eh, zou vertrouwen als ze een korte schets zouden moeten geven van de werkzaamheden van de Nederlandse parlementaire democratie, eerlijk gezegd. Nou, staan wat de waterschappen doen. Ja, waar de, doen. De, waterschappen. de waterschappen, precies. Provinciale staten toe Wat doen die eigenlijk? Ja, ze zijn er. Maar, nou. Ruimtelijke inrichting ja, heb we altijd geleerd. Ja, je kunt dat. je sowieso afvragen of we niet. Tegen de grenzen aanlopen van het, van het huidige Eerste en Tweede Kamersysteem. En de getrapte verkiezingen die er voor de Eerste Kamer worden gehouden. Hmm. Dus je moet eens kijken of je dat niet. Kijk, al dat soort van veranderingen maken grondwettelijke veranderingen noodzakelijk. En dat is natuurlijk een lang en complex proces. Terecht ook wel een beetje, maar dat is een lang en complex proces. Ja. Waar ik je nog niet over hebt gehoord, wat natuurlijk hier wel een rol in speelt, dat zijn de belangen van bijvoorbeeld een CDA. die toch wel weer de weg omhoog willen vinden. Dus die moet iets met zich Ja, het de weg omhoog, ja. dan moet zeggen dat ze nu ergens aan de, aan de steile wand hangen. Zo is het ook weer een Matterhorn. Je hebt al van die mensen die op hun, hun jasje een soort van. De, de Noordwand van de Eiger. Hè. Zo is het toch? Mm -hmm. Volgens mij hangt ook. ook het CDA hangt halverwege de, de Noordwand van de eigen. Het touw is op. Ze hebben een flauw idee, ze kunnen niet naar beneden, ze kunnen niet naar boven. Uh, nou, ik heb geen idee. ze hebben natuurlijk in allerlei opzichten de boot gemist. Dat zijn problemen die, die het CDA grotendeels zelf gecreëerd heeft, naar mijn idee. Ze hebben natuurlijk een enorme klap gehad in 2010 was dat. Ja. Yeah. Uh, en daarna hebben ze die wonderlijke koers ingezet van. we moeten nog rechtser worden dan de VVD. He, dat is wat de huidige burgemeester van Leeuwarden ontzettend leuk idee vond. Hij heeft ook zo'n idiote lezing gehouden in de rode hoed. Dan moet je voor de aardigheid eens leren. Je denkt: wat is dit nou? Kijk, het CDA ontleende natuurlijk zijn kracht aan het feit dat het een, een beweging was die zowel, eh, laten we zeggen, een linker als een rechterkant had. Dat was het geheim van het CDA. Nou, dat dat, dat je ook weer ooit kon zeggen, het is lood om houten ijzer. Wij kunnen met link over links regeren, wij kunnen over rechts regeren. Ja, echt. En, Uitzien, en, toen, en toen hebben ze van zichzelf een enorm rechtse partij gemaakt. Uh, nou, die ook niet, nou, niet adequaat heeft ingespeeld op de problemen die op het platteland leefden. Mm. Ja, het, is natuurlijk, het, het drama van regerende partijen is altijd dat ze... Nou ja, dat ze de praktische problemen uit het oog verliezen en dat ze eh, voor, de, voor de problemen gaan waarvoor de regering staat. De, de boze mensen, die zouden ons ook moeten afvragen, eh, zijn er niet omstandigheden waar, waarin nou eenmaal geregeerd moet worden? Waar bepaalde dingen een rol spelen waar we niet omheen kunnen. Maar nu hebben ze gezegd, want ze zaten in Maars in dat, in dat restaurant langs de weg. van, uh, Nou ja, we moeten iets gaan doen, maar wat we moeten doen, dat weten we nog niet. Ja, want dat lijkt me een hele adequate samenvatting van de gebeurtenissen. En zolang ze dat niet weten, zal er aan die noordwand van die Ager niet veel veranderen. Dan hang je daar. Het schijnt dat die bergbeklimmers daar wel zo'n overnachting kunnen organiseren. Als ze de top niet gehaald hebben. Maar ja. ze, ze moeten nu toch in wat ze gaan Ik doen. Je moet altijd denken aan die man die dus zonder enig hulpmiddel. Dat, dat ding daar in, in dat Californische park beklobben heeft, maar alleen met zijn blote handen. 1700 meter stijl omhoog. Hoe je die ook toch ook alweer? Ik zou, het niet, ik zou het niet weten. Maar je ziet in en eentje, denk je, is dit mogelijk? Dat hij het in twee uur gedaan heeft of zoiets idioots. Maar kan het CDA nu wel iets doen waardoor ze laten zien aan die boeren, we horen jullie, we, we gaan er iets mee doen? Nou ja, voorlopig zal dat weinig overtuigend werken. Ik denk ook dat veel, veel uh, heel lokaal kader gewoon overgelopen is. Naar de BBB-beweging ja. denk je niet. Maar die CDA-bestuurders zijn natuurlijk boos. Ik begrijp ook dat boos. al van VVD'ers daarin een rol spelen. Ja, maar die, die CDA-bestuurders ook in die regio's die er altijd gezeten hebben... die nu hun baantje kwijtraken, die zijn natuurlijk in paniek en boos. Ja, die zijn in paniek en die zullen misschien zelf al hebben zitten. Ja. Je kunt hoogst, die kunnen hoogstens zeggen... Nou, de top van de partij heeft de bedoelingen van de partijen uh, onduidelijk weergegeven. Of, of niet overtuigend. Ja... Nogmaals, dat dit, dit aftakelingsproces, natuurlijk, niet van vorige week. Nee. En, en niet puur alleen aan, aan stikstof georiënteerd. Dat loopt al langer dat dat niet goed loopt. En dat was natuurlijk, ja, vergeet je, in en Balkenende acht jaar minister-president geweest namens het CDA. En ja, toen een verpletterende nederlaag heeft geleden. En herstel je maar eens van een verpletterende nederlaag. Dat is natuurlijk de doodsangst waar die nu in de, in de VVD leeft. Hè? Ja, als we stoppen. Eh, Rutte is wel eh, natuurlijk twaalf eh, jaar of meer eh, minister-president geweest. Wat dan? Eh, vallen wij ook terug naar zo'n middenpartijachtige situatie dat je af en toe blij mag zijn als je meer dan twintig zetels hebt? En ja, nu hebben ze er nog 38, geloof ik. Dat ja, dus de antwoord. Ja, dus de, de versnippering, dat is natuurlijk een andere. Uh, problemen die versnippering, daar worden we niet gelukkig van. En het is ook voor het bestuur is dat een, een hopeloze zaak. Iemand rekent uit hoe versnipperd uh, die diverse uh, provinciale vertegenwoordigingen zijn. Nou, dat is echt. Maar dan moet je dus een dat kiesdrempel invoeren. Is is Verbluffend. Ja, ik ben altijd tegen een kiesdrempel geweest, maar, maar misschien wordt dat toch wel tijd, ja. Of dat je, nou ja, denkt dat het beste. Kijk eens naar Duitsland. Die hebben een mooi systeem. Ja, waarbij je en partijen hebt en individueel gekozen kunt worden. En hoe werkt dat dan? Heel ingewikkeld. Ja, maar moeten we dat wel willen dan? Ik wil het best volgende keer uitleggen hoe het werkt. Maar het is heel ingewikkeld. Maar je moet je het eerst even opzoeken? Nou, het werkt in Duitsland prima. Hmm. Maar ja, Duitsland heeft natuurlijk gewoon een soort uh, systeem opgelegd gekregen na de Tweede Wereldoorlog. Ook dat de boendeslender zo machtig zijn. Wie heeft dat bedacht dan? Waren dat de, 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 de externe partijen die ja, daar in de macht hadden? Deelste bezetters natuurlijk. Ja. ja, de Russen dachten daar heel anders over. Maar ja, we hebben natuurlijk in hun eigen bezetting zonder ook wel een potje waar maken, laten we wel wezen. Maar ja, de kindercresjes waren goed in orde. Dat was soms een beetje het enige. Ja. Wil je nog iets zeggen over brieven die over dit onderwerp zijn binnengekomen? Nou, ook daar zou ik zeggen: luister goed. Had je die man nog Hou gezien? Die, niet, op. die man die niet meer ging luisteren, die het had opgezegd. Ja, dat weet ik niet. Was oh, dat de... is waar ook. Ja, wat had hij ook weer gezegd? De godvergeten. Nou ja, dat woord had hij geloof ik niet gebruikt. De arrogantie. De, de... luisteren minder. Ja. Die. Ja, wat zal ik zeggen? Je ziet ook nu weer. Wat mij natuurlijk direct deed denken aan het fortuinfenomeen. Dat als je dus iets kritisch zegt over de nieuwe messias. nou, dat kan echt niet. Hè. Dit is toch zo. Mensen raken dan toch licht geobsedeerd door zo'n messias. Ik gebruik het woord niet toevallig. Door omdat ze het gevoel hebben dat die persoon ons kan redden uit de nood waarin wij geraakt zijn. Mm. Dat, dat is eigenlijk het idee wat leeft. Ja, dat is een ingrijpende misvatting in een zo complexe democratie als de onze. Mm. Je zult op een of andere manier, als je die democratie niet wil afschaffen. zul je met al die andere partijen in overeen. Ik had geloof ik ook gezegd dat voor schande. Schande. Ja, meer dan driekwart van de kiezers heeft niet op de BBB-beweging gestemd. Ja, ik zeg. Ik zeg dat nu, je weet zeker... Wat een klote streek om dat te zeggen, hè? Alleen om ze kleiner te maken, hè? Eigenlijk staat het hele volk pal achter Carolien van der Plas. Zo is het toevallig. Nee, dat is niet zo. Het is heel vervelend, maar dat is niet zo. Dus je zult in een land waar driekwart kwart iets anders heeft gestemd... zul je in goed onderling overleg tot een compromis moeten geraken. Ja. Als je dat niet wil, dan blijf je terzijde staan. Wat is het lot geweest van Geert? Dat levert ook weinig. Nou, ja, natuurlijk, de gekke partij, die, die is natuurlijk die, die wel stik, die heeft enorm verloren. Of als je denkt dat al die stemmen van de BBB-beweging van de forum komen, nee. Ik begreep dat, dat er maar een deel van de forumstemmers daar naartoe is gegaan. En dat veel forumstemmers kennelijk volledig gedesoriënteerd of teleurgesteld thuis zijn gebleven. Dus ja, nou, maar kijkt u eens even naar de cijfers. Dat heeft allemaal niets te maken met hooghartigheid. We hadden die meneer het ook over ressentiment. Een BBW-afkeer? Kijk, ik ben wel de laatste maar die, die last heeft van ressentiment. Ook geen afkeer? Ik heb ook geen afkeer. Nee. Ik moet je zeggen dat mijn enige confrontatie met Caroline van der Plas. wat mij betreft een bijzonder ongelukkig licht wierp op haar gedrag. Dat wel. Dat vond hij kennelijk ook schandelijk. Kinderachtig. Wat een kinderachtige klotenstreek. Eh. Je ziet toch dat zo'n mens, die gaat toch het vaderland redden. Ja, ik moet zeggen, er zijn voor ook u tal van prachtige andere podcasts. Vooral over eh, waar gebeurde misdaad. Misschien is dat iets voor u.